Goedenavond van mijn kant, leden van de media. Er zijn wat actuele zaken rond onderwijs. We hebben issues over de betalingen van salarissen. Wij hebben van onze kant er zoveel mogelijk een stukje hersteloperaties gepleegd met collega's van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Financiën en Planning. En dat loopt goed. Men heeft behoorlijk op gereageerd met verweerschriften. En we hebben langzaam maar in groepjes een aantal salarissen weer opengezet. Flink wat, zou ik zeggen. En we hebben een klein groepje nog die zich onvoldoende heeft zitten aanmelden. Dat komt allemaal goed, maar die inhaalsituaties zijn zoveel mogelijk geschied nu. En we hopen dat dat een stukje normalisatie gauw gaat optreden de komende weken. De minister van Financiën en Planning en zijn team hebben hun best gedaan om de afgelopen weken steeds op de vrijdag groepjes van leerkrachten waarvan de salaris was stopgezet weer in te voeren in het systeem. En een stukje normalisatie is aan de gang. En we zullen natuurlijk de komende maanden, 2 maanden nog wat kleine situaties hebben waar je situaties hebt van mensen die natuurlijk op een of andere manier persoonlijk nog steeds een aantal zaken niet geregeld hebben. Dat kunnen verschillende zaken zijn. Wij registreren dus de situatie per ambtenaar, per leraar. En dan gaat de enveloppe met de gegevens door naar Binnenlandse Zaken. Binnenlandse Zaken roept de mensen persoonlijk op. Ze moeten zich identificeren met de ID-kaart. En afhankelijk van dergelijke situatie wordt werk van gemaakt om weer tot de openstelling te gaan van dus de salarisadministratie voor de persoon. En dat is dus geschied. Een tweede case is nu, we zijn druk bezig voorstellen te doen om leerachterstanden op te pakken. We gaan het zwaar inzetten omdat we constateren toch zowel bij het lager beroepsonderwijs als bij MULO-onderwijs en natuurlijk lager onderwijs dat er achterstanden zijn gecreëerd, ook in COVID. En we zitten ook met het doorstromingsbeleid van de afgelopen 2 jaar, wat dus een aantal situaties heeft opgeleverd waar kinderen een aantal vaardigheden, basisvaardigheden, onvoldoende beheersen rond rekenen, lezen, schrijven. En we gaan nu proberen de komende maanden op een aantal scholen de mogelijkheid te bieden om extra lessen te volgen, de begeleiding te geven om studenten zoveel mogelijk leerlingen de mogelijkheid te geven om een stukje achterstallig onderhoud te plegen met hun kennis en dat ze meer kunnen oefenen. We gaan ook proberen wat herkansingsvoorstellen te doen, zodat een aantal studenten, ondanks misschien een paar lage prestaties, een extra kans zullen krijgen om te herkansen. Dat is belangrijk om te weten. We gaan dus ook in richting de vakantie wat extra scholing inzetten, zodat leerkrachten en leerlingen uit bepaalde buurten, we gaan dus flink wat experimenten opzetten in een aantal buurten waar heel veel kinderen zijn, waarbij we geïntegreerd gaan proberen ook achterstandssituaties in te halen. Daarna komt er januari volgend jaar een heel gestructureerde aanpak, waarbij we ook steun krijgen van vrienden uit de diaspora om veel gestructureerder aantal scholen, andere scholen die dus niet in aanmerking komen voor de eerste fase, nog eens flink institutionaliseren de middagschool, waarbij we zeker van 1 tot 3 de mogelijkheid zullen bieden om kinderen extra lessen te geven in taal, rekenen en een aantal creatieve vakken voor talentontwikkeling in de middag. Dat zijn even op dit ogenblik 2 interessante items, volgens mij voor u die moeite waard zijn op dit ogenblik. Dank u. Dank u wel, minister. Mijn verontschuldigingen. Voordat we verder gaan, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw vraag te stellen aan de minister van Onderwijs, omdat hij zich eerder terug gaat moeten trekken. Om hoeveel vragen gaat het? Oké, doet u dat maar. Goedenavond, mevrouw Roos, jury namenherald STVS. Minister, met betrekking tot hetgeen u daarnet heeft meegedeeld, als het gaat over de extra lessen die verzorgd moeten worden, wat is het budget en hoe zal deze eigenlijk gefinancierd worden vanuit de overheid als er al gezegd wordt dat er niet voldoende middelen zijn? We hebben gemerkt dat ook leerkrachten op social media hebben aangegeven
dat ze nog achterstallige betalingen moeten ontvangen vanuit het ministerie. Hoe staat het precies daarmee? Willen de leerkrachten wel hieraan meewerken als er geklaagd wordt over betalingen die laat geschieden of helemaal niet geschieden? Hoe staat het precies daarmee? Als we moeten kijken, is er al een groep geïdentificeerd die zou willen meewerken aan dit project vanuit het onderwijs? Want er wordt ook gezegd dat onze leerlingen niet genoeg gemotiveerd zijn om naar school te komen. Hoe staat het precies daarmee? Ook met betrekking tot het debat, als we het hebben over de naschoolse opvang, waar ze heel veel te zeggen vanuit de regering, maar ook vanuit DNA-leden als het gaat over de betalingen die moesten geschieden, waar is allemaal het geld naartoe gegaan? Hoe zal dit gecontroleerd plaatsvinden waarbij de Surinaamse samenleving weet hoeveel geld erin wordt gestopt, wat wij daaruit zouden kunnen halen als we het hebben over onze Surinaamse jongeren? Welke buurten en districten zullen geïdentificeerd worden waarbij dus de leerlingen geplaatst zullen worden om de extra lessen te kunnen verzorgen? En als we het hebben over het salaris van de leerkrachten, waarom duurt het 3 maanden of 4 langer voordat leerkrachten een salaris ontvangen, ondanks zij dus dagelijks de school moeten bezoeken en ze hebben vaak genoeg geen ander inkomen? Komt er nog een verandering in dat proces? Dat was het tot zover. Ja, alsjeblieft minister. Extra lessen hebben voornamelijk te maken met leerachterstanden. Het is noodzakelijk het in te zetten. De peiling toest te hebben indicaties gegeven dat we inderdaad wat achterstanden stevig hebben in talen, rekenen, lezen. Dat zijn basisvaardigheden. En het team gaat nu bezig gaan met leerkrachten en leerlingen en ouders waarvan een afstemming gaat plaatsvinden om extra lessen te volgen. Het is op vrijwillige basis. Wie niet wil, moet maar zelf weten. We gaan niet mensen dwingen, maar het gaat erom, dit experiment wordt stevig opgepakt in zeker de buurten waar het zeker nodig is. We hebben zeker een aantal buurten geïdentificeerd als scholen die in de pilot gaan meedoen. Vrijdag aanstaande is er een speciale persconferentie bij onderwijs gepland met directeur Poessen van Algemeen Vormend Onderwijs. Daar gaat u de details ook horen. Ik dacht dat u uitgenodigd was als het goed is. Dan kunt u alle vragen rondom deze zaak opstellen. We moeten nu een beetje wat extra buitencurriculaire, zoals het mooi noemt, activiteiten gaan plegen om de onacceptabele achterstanden die er zijn, leerachterstanden, op te pakken. En daar kan niemand tegen zijn. Onderontwikkeling is een keuze. Als ouders en leerkrachten vinden dat ze niet aan meewerken, moeten ze dat vooral doen. Maar ik denk er zijn genoeg leerkrachten, ouders, verantwoordelijke mensen die deze mogelijkheden van het ministerie die we gaan creëren op gaan pakken. De vergelijking met naschoolse omvang gaat hier manken omdat het niks helemaal niet erop lijkt. We gaan hier in dit geval praten over extra lessen die ingezet worden door een gemotiveerde groep van leerkrachten die we zeker hebben nog in het land. En de mensen mogen dat toch vrijwillig. Wilt u uw kind niet naar de dingen sturen, de mogelijkheden die wij creëren voor de extra cursussen en begeleiding? Dat is uw keuze. En als leerkrachten niet willen meewerken, ik ga u vertellen, er zijn genoeg leerkrachten die wel gaan meewerken. En dus ik vind het gaat mank. De naschoolse opvang in de tijd door de vorige regering opgepakt, dat is gewoon een brute njampatumoni geweest. Waarvan we de effecten nog steeds niet kunnen inschatten. Meer dan 90 miljoen schade. En we hebben nog steeds onderzoeken lopen, schrik niet bij de klad. Maar wij hebben zeker geleerd van dat soort zaken. Het gaat niet op dat een dergelijke schaal plaatsvinden. Er zijn inderdaad nu een aantal voorstellen om vooral na januari veel steviger te kijken naar die middagschool. Die ook een vrijwillige basis zal hebben. Maar wij gaan alles aan doen vanuit het ministerie om onze leerlingen extra mogelijkheden te bieden om achterstanden die door allerlei oorzaken zijn ontstaan in het systeem, mogelijkheden te laten krijgen en ondersteunen om hun achterstanden op te pakken. Het verhaal van die leerkrachten, nogmaals, een aantal van ze worden betaald. Ik heb geen enkele weet over zaken dat ze nog niet betaald zijn. Wij betalen flink. Onze minister zit naast mij, zal het ook zeggen wat hij allemaal merkt. We hebben altijd een aantal gevallen waarvan de hele administratie gewoon niet klopt.
De grondslagen die kloppen, daar worden grondig opgepakt en de mensen weten wat er aan de hand is. Wat betreft de aanstellingen, wij hebben continu aanstellingen op het ministerie. Het is een dynamisch verhaal. Mensen komen, mensen gaan. Parttimers komen, gaan. We hebben continu aanstellingen, procedures. Wij doen het voorwerk met de administratieve procedures. Vervolgens gaat het naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. En Binnenlandse Zaken bereidt een aantal stukken voor. En die dingen moeten worden ondertekend. Onderliggende stukken moeten worden bijgevoerd. En dat duurt een tijdje. Uiteindelijk, als alles afgerond is, komt het in het betalingssysteem van Subima. En dan vinden de betalingen plaats. Als minister heb ik dus één deel van mijn werk is voorbereiden van stukken. En dat stukken in het circuit zitten en komen en gaan. Dat zijn zaken die je niet in de hand hebt. En als ik het kon beïnvloeden, had ik het per direct gedaan. Ik ben ook de mening toegedaan dat dat sneller kan gaan. Maar het is nou zoals het is. En wij praten continu met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vandaag hebben we nog een element in de ministerraad, de regeringsraad, nog over gesproken. We doen wat we kunnen. Nogmaals, het systeem is zoals het is. Wij proberen ons best te doen om meer automatiseringstool in te zetten, zodat die doorlooptijden verkleind worden en dat we in staat zijn om sneller de leerkrachten te bedienen. Ik ben ook de mening toegedaan dat het sneller moet en kan, maar je komt het aantreffen. We doen ons best om procedures op te pakken. Wat ik weet van mijn algemene dienst, APA, dat heeft te maken met algemene personeelszaken aan de Herenstraat, dat er enorme achterstanden zijn verwerkt. We hebben intussen de 6.000 en 7.000 zaken afgelopen jaar teruggebracht naar proporties. Als het nog gratificaties zijn, benoemingen, beschikkingen, ook met medewerking van Binnenlandse Zaken. Maar we hebben een bestand van bijkans 13.000 leerkrachten. En mutaties die constant plaatsvinden en je gaat constant bezig zijn. Maar het moet goed georganiseerd worden. Ons decentraal personeelsbeleid, de Herenstraat, het hele apparaat dat daar zit met mensen is continu bezig in samenhang met de centrale registratie van personeel bij Binnenlandse Zaken om zaken op te lossen. Je komt het aantreffen. Ja, je hoort van die dramatische verhalen dat mensen jarenlang die bevordering niet hebben gehad. We kijken naar elke casuïstiek. Ik word ook als minister geregeld geconfronteerd met apps van individuele mensen die een beroep op mij doen. Er zijn brieven die komen. Je bent continu bezig om als minister antwoord te geven, het managementapparaat te motiveren om hun werk te doen. Ja, er is een issue met motivatie van leerlingen. Vooral lager beroepsonderwijs. Vandaag nog heb ik een inhoudelijke bijeenkomst gehad met de directeur Holband van beroepsonderwijs, waar we samen gesproken hebben naar die mogelijkheden. Hij is actief nu bezig scholen te bezoeken. Het heeft te maken met allerlei elementen op de scholen en ook individuele factoren die bij de kinderen spelen, thuissituatie, financiële situatie. We hebben gezegd dat we een aantal voorstellen gaan doen. Met name maak ik me zorgen over de LBO-leerlingen, lager beroepsonderwijs, waarvan we weten dat het een moeilijke tijd is. Veel van ze gaan in de avonduren werken om extra iets voor de familie en hunzelf. En dan komen ze erg vermoeid 's morgens op die school. Je ziet mensen hebben slaperige gezichten, ze komen laat. Heel veel indisciplinaire gedrag op school. Spanningen tussen leerkrachten en leerlingen, het wordt mij gerapporteerd ook. We zien die verschijnselen enorm veel en daar moet dus iets aan gedaan worden. We gaan veel meer sessies moeten hebben om motivationele sessies te organiseren op de scholen. Om de kinderen enigszins een beetje tools te geven om toch deze periode wat meer te overleven. Dit zijn even, hoop ik, snel. Dus ik vraag u die aantal inhoudelijke zaken rond het aanpak van ons werk even opzouten naar vrijdag, waar u uitgebreid een presentatie krijgt. Met, als u daarmee even genoegen kan nemen, dan stop ik erin. Dank u wel, minister. Oké, twee vragen. Okay. Sir, met betrekking tot, kunnen we dit schooljaar zien als een verloren schooljaar aan de hand van de vele aanpassingen die zijn geweest
om eigenlijk de situatie te doen verhelpen? Hoe staat het? Hoe kijkt u daarnaar? En u heeft aangegeven daarnet in het begin dat er samen met vrienden vanuit de diaspora gewerkt zal worden aan een betere structuur. Hoe moeten wij daarnaar kijken? We hebben toch wel een andere structuur als we het hebben over het onderwijsgebeuren in Suriname. Hoe zou dat samen moeten werken met input vanuit daarbuiten? Op jullie eerste vraag, dank u wel voor de vragen. Een verloren schooljaar, dat zou ik niet proberen te durven te zeggen. Wat ik vermoed is dat de resultaten van leerresultaten op de verschillende schooltypen aan de magere kant zullen zijn, schat ik in. Daar heb ik voortekenen voor, maar een verloren schooljaar zal het niet zijn. Je hebt altijd tussen de leerlingen, briljante leerlingen, gemiddelde leerlingen en slechte leerlingen. En de eerste twee categorieën zullen altijd hun ding doen om over te gaan en prestaties te leveren. Let wel, na 2 jaren hebben wij dus het doorstromingsbeleid van mijn Marie Levens gestopt. En betekent dat dit jaar zullen we zien dat we met keiharde normen gaan werken bij de overgang van klas X naar Y. En dat betekent een heel andere benadering. Je hebt dus een stukje navolging van de COVID-situatie. En je hebt natuurlijk kinderen die door het doorstromingbeleid makkelijker naar andere klassen zijn zonder de toetsing van een aantal criteria's en de normen. Dit allemaal heeft gezorgd voor een stukje ophoving van wat zwakkere leerlingen in het systeem. En dat betekent, je mag niet verwachten dat plotseling als je dit jaar, schooljaar, de norm hebt gezet, hersteld weer, dat natuurlijk een aantal studenten, leerlingen dus een slachtoffer van kunnen gaan worden. Daar houden we ernstig rekening. Maar nogmaals, je moet kijken hoe zwaar die klap zal zijn. Ik kan het pas doen als ik die cijfers heb. Maar ik heb een aantal indicaties uit een aantal rapportages van eerste kwartaal en tweede kwartaal cijfers en wat ik gezien heb met de diagnostische toetsen, de eerste en jullie gaat een tweede komen, heb ik reden toch van als minister die zorgen met die samenleving alvast te delen. Het moet niet als een harde klap komen, maar het zal een mindere resultaat, goed resultaat zijn op individuele scholen dan wel type scholen. Dat zult u verwachten. En het is belangrijk dat wij goed op moeten anticiperen. En uw tweede vraag had betrekking op. Dank u. Oké, wij hebben zeker, het is niet die gedachte die u heeft, wij zijn een project aan het voorbereiden waarbij we proberen een stukje support te krijgen om een talentvolle verlenging van de school te krijgen in een aantal buurten. Waarbij we echt te proberen een stukje huiswerkbegeleiding, talentontwikkeling, sport, muziek te introduceren. Zodat we de jeugd een stukje in het verlengde van die schoolkutje bezighouden. Daarbij zullen we curriculum technisch inhoudelijk en in elk geval een stukje talentontwikkeling op een nieuwe manier introduceren. Met een wat groter georganiseerd geheel. En met name de buurten die wat zwakkere sociale structuren hebben. En dat is het experiment dat januari wordt opgezet. En wij bepalen de toon van natuurlijk de inzet van de zaken. En ik ga er op dit ogenblik niet veel meer over zeggen dan noodzakelijk. Dat wanneer het zover is, zullen de details allemaal horen. Het is allemaal nu een concept wat we dus aan het ontwikkelen zijn. Er is voldoende kapitaal wordt gegenereerd ook. Maar we zullen zien dat we echt in staat zullen zijn een stukje ondersteuning te bieden in de flanken voor het beleid van de scholen met het nieuwe concept waar we nu zitten, de brede school, de school van 10 klassen 1 tot en met 10, om veel meer aan het curriculum en aan de vorming van het kind te werken. En daar gaan we het voor doen. Dank u wel, minister. Ik wil de minister de gelegenheid geven zich terug te trekken. Vanwege sterfgeval gaat de minister zich terug moeten trekken en bedanken voor zijn medewerking. We vervolgen met de minister van Financiën, minister Agubarsi. Dankjewel. Ben ik te horen? Wordt u? Ja. Laat me beginnen met 4 of 5 hoofdlijnen die vanmiddag bij de vergadering van de regering aan de orde zijn geweest. Op de eerste plaats is, zoals we gewend zijn geraakt, is op de regeringsraadsvergadering een melding gemaakt van de aantallen van grondconversie. Mensen wennen eraan.
Steeds meer mensen maken er gebruik van. We zien ook dat steeds meer mensen daar gebruik maken van ICT en van automatisering om het makkelijk gedaan te krijgen. Waar er een stuk onbekendheid was en misschien ook argwaan van houden ze ons niet voor de gek, zie je dat langzaam maar zeker dat elke RV-regeringsvergadering dat er melding gemaakt wordt van goede voortgang, mensen die tevreden zijn over wat hier aan voorzieningen zijn getroffen en er ook goed gebruik van maken. En dat gaat hun helpen om in hun leven een stukje stabiliteit en stevigheid en ook vermogen op te bouwen. Een tweede hoofdlijn van besluiten die genomen zijn, die hebben te maken met wat voorzieningen voor enkele korpsen in het land. Ik denk dat het geen zin heeft dat ik die in detail hier ga bespreken, maar daar zijn dus in de arbeidsvoorwaarden voor enkele korpsen zijn besluiten genomen. In gunstige zin. En die korpsen die zullen dat de komende tijd ook wel merken. De derde hoofdlijn is dat er voor de gezondheidszorg wat belangrijke besluiten genomen zijn. En die hebben te maken met één apparatuur voor het medisch microbiologisch lab van het Academisch Ziekenhuis. Twee, voor moeder- en kindzorg. Ook apparatuur voor het Slans Hospitaal, apparatuur voor het pathologisch anatomisch lab van het AZP. De vierde, angioapparatuur voor de spoedeisende hulp van het AZP. En de niersteenvergruister voor de afdeling urologie van het AZP. Hele belangrijke investeringen die gaan helpen om de gezondheidszorg, om die of op peil te houden of om dat peil te vergroten. Die besluiten zijn genomen, de financiering is veiliggesteld, de projecten zijn er. Dus de gezondheidszorg kan op korte termijn uitkijken naar de verbeteringen op deze punten. De vierde hoofdlijn is, en dat is het in termen van geld het grootste besluit dat vandaag genomen is, heeft te maken met het Sino-Hydro-project. Projecten voor de energievoorziening in heel veel dorpen in het binnenland. Dit heeft een hele lange voorbereiding gehad. Dit project heeft een paar momenten van pech gehad, want de financiering was er rond met India. En het is, er is door die schuldherschikking is daar een kink in de kabel gekomen. Het is buiten de schuld van iedereen om is dit, heeft dit vertraging opgelopen. Er is besloten nu, en het geld is ervoor vrijgemaakt en veiliggesteld, dat dit project voortgang vindt. Dat besluit is vandaag op de RVM ook genomen. Dus het is ook goed nieuws voor alle bewoners, vooral in het bijzonder in het binnenland, als het gaat om hun energievoorziening. En de laatste hoofdlijn heeft te maken met waar minister Onderwijs het al over had. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een hele uitgebreide rapportage gegeven, de directie was daar, van hoe groot de achterstand was in de afhandeling van personele stukken. En de directie van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf aan dat in november 2021 zij met een achterstand van 38.500 personele stukken zaten die weggewerkt moest worden. En dat daar met man en macht gewerkt is, daar zijn nu meer dan 28.500 van weggewerkt. Dus er is circa 9.500 tot 10.000 zijn over die nog ingelopen moeten worden. En ik moet zeggen dat de toon van de president vooral was, alsjeblieft alle aandacht eraan geven dat die achterstanden zoveel mogelijk en zo snel mogelijk ingelopen worden. Want het is het recht van de mensen dat hun zaken ook binnen de korte termijn, zo kort mogelijke termijn, afgewikkeld worden. Ik moet zeggen dat de collega-ministers daar heel veel inbreng in hebben gehad. In voorstellen kan het niet makkelijker, kan het niet sneller, moet je niet ICT, komen de gelden van financiën altijd op tijd? Nee, soms niet. Daar zit ook achterstand in. Ik heb afgesproken met minister Brontë Somaharjo van we gaan praten om ervoor te zorgen dat ze automatisering versneld rondkomt, zodat dat ook gaat gebeuren. Kunnen we, en op die manier is dus dat besef aanwezig dat
het onderwerp wat u aansnijdt, waarom moeten mensen zo lang wachten, dat onderwerp zeer terecht is. Kunnen we het versnellen? En ik moet u zeggen dat de toon van de president nogmaals was, en dat werd ondersteund door de hele regering, wegwerken die achterstanden zo gauw mogelijk en zorgen dat dat niet voorkomt. Eén collega-minister merkte daarop, het is eigenlijk ook, als die problemen zich opgestapeld hebben in tientallen jaren, we doen wat we kunnen, verwacht niet dat wat in tientallen jaren is opgebouwd aan problematiek, dat je ze in 2-3 jaren oplost. Maar je ziet wel dat BISA erin geslaagd is om hier een groot stuk vooruitgang in te realiseren. Dan heb ik een heleboel gesproken, niet over mijn eigen ministerie, maar ik denk, coördinator van deze meeting, dat ik daarmee volsta en dat ik graag uitkijk naar de vragen die de media hebben. Dank u, minister. Ik wil de media wel vragen om het te houden op 2 vragen en aan de minister de gelegenheid geeft om de antwoord te geven op die vragen. Dus na elke 2 vragen dat de minister dan gelijk ingaat, zodat het niet te veel wordt voor de minister. Goedenavond, Amanda Thales, Klinisch minister de Bashing. BTW is nog steeds een issue, of nou ja, ter sprake. Er zouden dus in juli BTW op de nutsvoorzieningen ingaan. Is dat, en er zou gekeken worden door de regering of geëvalueerd worden door de regering om het eventueel te verschuiven of aan te passen, of gaat dat gewoon dus normaal door volgens afspraak? Hoe lopen de onderhandelingen bij de vakbond als het gaat om de energietarieven? Is dat al een beetje rond? De data die ter beschikking gesteld zou worden, is dat zover? Zou je update daarover kunnen geven? Alsjeblieft, minister. Ja, BTW. BTW op nutsvoorzieningen was, er was inderdaad een afspraak dat de BTW bij de introductie in december, dat de BTW op nutsvoorzieningen uitgesteld zou worden met een half jaar. Die uitstel is ook geweest en die periode is verstreken. Dus de volledige BTW zoals dat bedoeld was in januari, die is inderdaad in werking getreden. Niemand merkt er wat van. Niemand heeft er iets van gemerkt. Je bent de eerste die het vraagt, Amanda. Maar je ziet ook dat soms maken mensen zich zorgen van, gaat het niet een groot probleem opleveren? Nee, het gaat geen groot probleem opleveren. En wat ons hierbij helpt, is de geleidelijke koersdaling. Omdat dat helpt ook om de prijzen bij de EBS gewoon omlaag te krijgen. De EBS heeft als referentieprijs de officiële koers nu. Als die omlaag gaat, worden die inkoopprijzen ook wat lager. En ik zal niet zeggen dat iedereen moet juichen om alles wat er gebeurt. Maar soms heb je een beetje geluk. Het regent weer, het stuurmeer vult weer. We kunnen weer wat goedkopere energie aanleveren. Hier zijn goede zaken die aan het gebeuren zijn. Ook over de BTW zijn goede meldingen te maken. Ik heb met het IMF, met de vertegenwoordiger hier in Suriname gesproken en gezegd van, eigenlijk is het ongelukkig zoals dat persbericht van het IMF eruit gekomen is. Met een beetje harde bewoording, alsof we met BTW heel ernstig achterliepen. En kijk, we hebben de BTW ingevoerd. De meeste landen die een nieuw belastingregime invoeren, die doen dat in rustige omstandigheden. Wij hebben de BTW ingevoerd in januari 2023. En eigenlijk was dat een maand voor 17 februari. Ik weet niet, iedereen kan zich dat nog herinneren. Een hele turbulente, een hele moeilijke periode. We hebben de BTW dus ingevoerd in een hele moeilijke periode in ons land. En als je dan 92-93% haalt, dan ik denk dat het IMF best een beetje rustiger had kunnen, een beetje milder had kunnen beoordelen. Overigens, het waren voorlopige cijfers. Want de echte cijfers die nu binnenkomen, die geven aan dat we 98% hebben gehaald van de BTW voor het vorig jaar. En dat is dus een veel beter cijfer dan het IMF mee werkte. We vinden het jammer dat dat zo gegaan is. Ook voor dit jaar zijn de vooruitzichten van de BTW-inkomsten zijn goed. De inkomsten voor BTW zijn geschat op dit jaar op 5,5 miljard. En als je kijkt, januari hebben we daarboven gescoord.
in februari daaronder, in maart daarboven weer, flink daarboven, in april weer daaronder. Dus, maar als je het allemaal bij elkaar telt, komen we met de BTW komen boven de norm uit die we hadden moeten halen in de eerste vier maanden van het jaar. Inclusief, dus na verwerking van terugbetalingen, ja, zeer terecht. Ja, inderdaad, na verwerking van de terugbetalingen. En dus, wij zeggen we moeten dat vasthouden, dat dus de BTW doorgaat. En je ziet dus ook dat die verschuiving werkt. We hebben namelijk de inkomsten en de loonbelasting, je ziet dat dat minder aan het worden is. Je ziet, we hebben ook de belastingen verlaagd op inkomsten. En je ziet dat die inkomsten bij de indirecte belastingen, dus BTW, bij consumptie, bij vermogen, dat die belastinginkomsten aan het verhogen zijn. Dat is een goede zaak. De niet-belastinginkomsten, die moeten we verhogen nog. En dus het is niet zo dat we alles wat we binnen moeten krijgen, dat we dat ook binnenkrijgen. En dat maakt soms dat de beschikbaarheid aan financiële middelen nog wat mank loopt. Dat we niet al onze targets halen. De inspanning moet dus nog eens een stapje verhoogd worden, zodat daar alles in gerealiseerd wordt. Wat ik over de BTW nog kan vertellen, is dat we een BTW-commissie hebben gehad. Die commissie heeft binnen de termijn, voor eind juni, de rapportage gepleegd. We hebben deze week de rapportage doorgestuurd. En die rapportage is een hele goede. Die loopt in lijn met de rapportage van die we krijgen van de internationale evaluaties. Van ga nou niet direct weer sleutelen aan die wet. Laat die wet een goede basis krijgen. Laat iedereen die wet toepassen. Werk aan promotie. Werk aan dat mensen gewend raken om met die wet te werken. Probeer de performance van die wet verbeterd te krijgen. En dus dat advies van die commissie is helemaal in lijn met het internationale advies wat we ook hebben. En dat advies is nu dus deze week doorgestuurd richting de president, richting DNA, richting bedrijfsleven en richting vakbeweging. Dat, ik heb heel uitgebreid geantwoord op de kwestie BTW, maar ik vond het belangrijk dat ik de andere informatie ook gaf. De besprekingen met de bonden over sorry, energie... Sorry minister, voordat u verder gaat, mijn verontschuldiging, ik ga u moeten onderbreken. Yes, ten aanzien van de onderhandelingen met de vakbonden, is afgesproken tussen de regering en de vakbonden dat er een persstilte is. Klopt. Dus. Ja, dat is helemaal waar. Ik kijk dan naar het volgende mediahuis om vragen te stellen voor... Minister Fishmani Thomas van Suriname herhaal. Als we praten over de verkiezingen, hebben we minister van Binnenlandse Zaken gehoord. Die heeft aangegeven dat hij een prognose maakt dat de verkiezingen 800 miljoen SHD gaat kosten. Is al nu al gedacht van waar de overheid het geld vandaan zal halen? Over BTW gesproken, nu is de grens op SHD 1 miljoen per jaar aan omzet voor een bedrijf. Maar dus pas bij deze grens is een bedrijf BTW plichtig. Maar hoe controleert de Belastingdienst nu als een bedrijf dat werkelijk onder die SHD 1 miljoen grens zit en daardoor dus niet BTW plichtig is? Is het niet beter om bijvoorbeeld de BTW tarief te verlagen dat alle bedrijven BTW betalen? Alsjeblieft, minister. Ja, dankjewel. Een hele goede vraag, Mohani. Die 800 miljoen aan verkiezingen, we houden om de 5 jaar verkiezingen. Dus je weet vooraf dat het gaat komen en je weet vooraf dat je geld gaat moeten sparen ervoor. De hoogte van het bedrag, we zullen dat nog nauwkeurig doorpraten met het ministerie van BISA. BISA is overigens, de regering heeft een commissie ingesteld uit medewerkers van verschillende ministeries. Van het ministerie van Financiën en Planning zit de directeur van het ministerie zit in die commissie. Voor wat betreft de financiële aangelegenheden. En dus, zoals bij elke verkiezingen, is ook bij deze verkiezingen zijn subcommissies ingesteld. En worden al dit soort zaken worden in de gaten gehouden. Overigens, de kosten die beginnen niet volgend jaar te lopen. Die kosten lopen al sinds vorig jaar. En het wordt langzaamaan opgebouwd
bestanden maken van kiezers, corrigeren van zaken, kijken dat iedereen zijn ID-kaart heeft, al dat soort werk, in aanloop naar de verkiezingen, dat is al gestart. En ik moet dus zeggen, elke week als ik de collega van Binnenlandse Zaken zie, heeft hij het erover, hey, Novergidi, je moet mijn geld voor me storten, want die verkiezing, je wilt toch niet dat die verkiezingen uitgesteld gaan worden. Dus dat zit heel erg in het vizier. Minister Binnenlandse Zaken heeft dat heel, heel scherp in de gaten, dat prijskaartje. Wij denken dat prijskaartje misschien dan een beetje omlaag kan, maar dat is niet de hoofdzaak. De hoofdzaak is, we moeten ervoor zorgen dat die verkiezingen normaal, zoals dat altijd gegaan is in Suriname. En Suriname staat er bekend omdat er goede verkiezingen gehouden worden. Dat ze vreedzaam verlopen. Dat ik vanuit, ook uit mijn voorgaande periodes weet, dat als je het buitenland zegt van, kom, we hebben waarnemers nodig voor de verkiezingen, dat vaak dat buitenland tegen Suriname zegt, nou, naar Suriname waarnemers, jullie doen het altijd goed, waarom moeten we waarnemers naar jullie toe sturen? Stuur eens liever naar moeilijke landen, waar de democratie moeilijker functioneert. Dit is een mooi compliment voor hen, maar we hebben graag die waarnemers. En we hebben gezien bij de laatste verkiezingen dat de lokale gemeenschap, bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld een belangrijk deel van die waarnemingsfunctie op zich heeft genomen. Daar is een geweldig stukje erkenning ook voor de eigen rol die we kunnen vervullen. Maar die verkiezingen, dat zit in het goede traject en dat wordt regelmatig besproken. Ook de vraag van die btw-grens van 1 miljoen, want als je 1 miljoen deelt door 300 werkdagen voor een bedrijf, betekent het dat een bedrijf 3000 SRD per dag zou verkopen. Nou, je moet een heel, heel klein bedrijf zijn om 3000 en minder per dag te verkopen. Dus wij denken dat niet iedereen even eerlijk deze situatie opgeeft. En dus het is in een beeld bij de Belastingdienst van wij moeten kijken of we deze grens handhaven. En of we niet iedereen gewoon zijn verplichting laten voldoen. Want wat er gebeurt als iemand het systeem misbruikt, is het oneerlijke concurrentie dan de eerlijke handel. Want er zijn eerlijke handelaren en die betalen wel. En die doen wel de moeite, die betalen wel hun kosten. En dan heb je mensen die gebruik maken, misbruik maken. Wie er gebruikt, als iemand inderdaad kan aantonen dat hij 1 miljoen en minder heeft, is dat geen probleem. Maar wij, de Belastingdienst, kijkt daar heel erg nauwkeurig naar. Van 3000 per dag voor een bedrijf. Nou, je moet wel een heel klein bedrijf zijn om 3000 per dag en minder te halen. Dus het is zeer terecht dat deze vraag komt. Van, hebben jullie dit in de gaten? Ja, we hebben dit in de gaten. Hier wordt heel serieus naar gekeken hoe we hier een betere oplossing voor kunnen vinden. Zodat ook de bedrijven die dat moeten afdragen, dat die dat ook doen. Dank u wel, minister. Ik kijk naar het volgende mediahuis. Minister, sorry. Als het gaat over de douane en het binnenhalen van belastinggelden, in hoeverre heeft u dat onder controle kunnen krijgen? Want er wordt toch heel veel geklaagd over de vele drugsvangsten die worden gedaan en over de nieuwe haven. Hoe staat het precies eigenlijk met dat stukje die onder controle moet komen vanuit het ministerie van Financiën? Als we het hebben over onze schuldenlast, minister, we hebben geen duidelijke weergave kunnen krijgen over hoe het precies zit met onze schuldenlast. Wat is eindelijk nou betaald? Welke leningen zijn nog gedaan? Hoe gaan we die moeten betalen? Kunt u misschien duidelijkheid brengen daarin? Alsjeblieft, minister. La Ros, weet ik. Je voornaam ben ik kwijt. Ryan. Dankjewel, Ryan. Nieuwe haven, douane. Laat me dit zeggen. We weten dat er over een paar van onze korpsen, en douane is daar één van, vaak geen goede dingen gezegd worden. Laat me tegelijkertijd erbij zeggen dat er over die douane, met alle uitdagingen die er zijn, vaak een heleboel goeds te zeggen is. Maar er zijn problemen. Er zijn problemen en die moeten opgelost worden. Drugsvangsten. Ik zou het fijn vinden
En ik ben bereid om dat zelf te doen. Ik zou het fijn vinden als iedere keer als er een drugssituatie is geweest waarbij de naam van ons land genoemd wordt, dat iemand vanuit de regering zegt, dat is niet zoals wij ons land buiten tentoongespreid willen hebben. Wij willen een land zijn dat zich houdt aan wet en recht. En we willen dat ook in Suriname en daarbuiten willen we die naam verschoond hebben. Wij zijn niet opgebouwd op basis van drugs. Ons land is opgebouwd op de arbeid van hardwerkende mensen. Daar is dit land opgebouwd. Van mensen met allemaal hun religieuze organisaties, hun sociale vaardigheden, hun eigen cultuur. Daar is dit land opgebouwd, niet op drugs. Wij willen niet dat dit... En we weten ook dat ons land daarmee een uitdaging heeft, maar wij hebben de taak om dat op te lossen. En we beseffen ook dat de drugsproblematiek een internationaal karakter en gezicht heeft. En dat dat dus ook niet alleen nationaal opgelost gaat worden. Dus het is belangrijk, maar het is wel belangrijk dat iedere keer iemand vanuit de regering wel zegt, dit is een slecht voorbeeld, wij willen niet dat ons land op die manier genoemd wordt en wij moeten dat oppakken, we moeten het oplossen. Voor wat betreft de inkomsten op de Nieuwe Haven, die inkomsten moeten hoger. Ik heb twee uitstekende gesprekken gehad in de afgelopen maand met de belasting en de douane, met het management, en daarbij moet ik zeggen dat van beide diensten de spirit aanwezig is om te zeggen, we gaan het omhoog trekken, we moeten het omhoog trekken, want we moeten rond kunnen komen met die begroting. Wat ik op verschillende podia ook zeg, onze begroting is voor dit jaar aan inkomsten gesteld op 54 miljard. En dat betekent dat we dat ook echt binnen moeten halen. Willen we alle doelen bereiken die we willen bereiken. Maar dat betekent dat we per week praten over iets meer dan een miljard. Per week. En dus dat moet binnenkomen. En dus je kunt twee dingen doen. Je kunt zeggen, je moet corruptie en drugs besnijden, dat moeten we ook doen. En ik zeg, tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat die diensten moeten beginnen om minimaal dat miljard voor me binnen te halen, voor mij, voor ons volk, voor alle verplichtingen die we hebben, voor alles. En van dat miljard per week gaat 1/3 naar schuldaflossingen en betalingen, 1/3 gaat naar sociaal beleid en 1/3 is over voor de rest, ambtenaren, investeringen enzovoorts. Sociaal beleid, inclusief gezondheidszorg. Dat voor wat betreft de douane Nieuwe Haven. Wij hebben ook gepraat van hoe pak je dat op. We hebben een stuk ervaring van 25 jaar geleden. Ik heb daar het recht gehad, het voorrecht en het genoegen om aan de basis te staan van met minister Financiën en met de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking om die fin-fin samenwerking toen hier naar Suriname gekregen te hebben, waarbij mensen vanuit Financiën Nederland hier in Suriname kwamen helpen bij Financiën, de begrotingsdienst, bij de belasting en bij de douane, en dat heeft ons toen heel erg geholpen. Maar wij moeten onze eigen dienst wel opbouwen, dus we kunnen inderdaad capaciteit uit het buitenland gebruiken, daar wordt over gepraat. Maar we moeten onze eigen dienst opbouwen en dat opbouwen betekent ook dat we de containerscans aan het werk moeten blijven houden. Dat er meer geautomatiseerd wordt, minder mensen, minder ruimte tot allerlei dingen die niet zouden kunnen. Gewoon meer geautomatiseerd, meer zonder tussenkomst van mensen. Dat soort dingen zijn onderdeel van gesprekken die we voeren. Wat is onze schuldenlast? Die schuldenlast is best vrij groot, nog steeds. Maar de schuldquote, zoals we dat noemen, de schuldquote is het percentage van je totale schuld tegenover je bruto binnenlands product. Dus hoeveel schuld heb je ten opzichte van wat je aan inkomsten hebt. Die is wel gedaald van 148% naar onder de 100. Ver onder. Ik dacht dat het laatste, hou me te goede. Ik dacht dat het laatste cijfer wat ik hoorde was 88%. Maar vergeef me als ik die cijfers niet helemaal zuiver heb. We zijn daarin ietsje sneller dan het IMF geschat had. We zijn met een heleboel dingen sneller dan het IMF geschat had. Beter dan het IMF geschat had.
IMF had het geschat dat onze koers niet omlaag zou gaan, we brengen hem omlaag. IMF had geschat dat onze inflatie vorig jaar rond de 41% zou uitkomen, we zijn 32,6 uitgekomen. De IMF schatte als eerste dat onze inflatie dit jaar op 17-18% zou uitkomen. Ik schat eerder in de orde van 11-14%. En ze gaan met ons mee. Na verloop van tijd zien ze wat er gaat gebeuren, wat er gebeurt, en ze gaan met ons mee. Die schuldenlast is nog steeds erg groot. Het is niet zo dat we eruit zijn. Maar we zijn wel op het goede traject en we moeten het traject niet verlaten. We zitten er nog 15 jaar aan vast, minimaal. En die schuldquote, waarvan ik zeg dat die 148 was, die moet terug naar maximaal 60%. Dat is de internationale norm. Dat is ook de norm die wij in onze wet hebben vastgelegd, 60%. En dus we hebben nog een lang traject te gaan, maar ik moet zeggen dat het feit dat wij met het IMF in zee zijn gegaan, het feit dat wij goede resultaten boeken, geeft ook heel veel steun van het buitenland aan Suriname. Morele steun, maar ook in dit opzicht geven ze steun en zeggen, ja, wij werken graag mee aan de schuldherschikking, zodat wij Suriname kunnen helpen, dat Suriname zijn schulden kan terugbetalen. Dat werkt goed. Ik ben heel gauw in Parijs, omdat de persclub binnenkort vergadert. En zoals u weet, we hebben de eerste schuldherschikking hebben met de persclub. De Europese landen hebben ons heel goed en heel snel geholpen. Wij zijn daar erg blij om. Alle schuldeisers hebben ons uiteindelijk geholpen. En dat helpt ons. Maar de afspraken met de persclub liepen tot 2024. Tot eind van dit jaar. Dus het is tijd om de volgende fase van die herschikking te bespreken. Dat is de reden. Het is, je denkt, je hebt het één keer besproken en je bent er klaar mee. Dat is niet het geval helaas. Het is voor een paar jaar afgesproken, die jaren zijn voorbij. We gaan opnieuw praten en we gaan kijken om opnieuw die afbetalingsafspraken te maken. Wij verwachten dat gewoon de goede kant op zal gaan. Ik denk, Ryan, dat ik mag verwijzen naar als het gaat om de concrete, exacte cijfers, het Bureau voor de Staatsschuld heeft een uitstekende website en het Ministerie van Financiën heeft een website. En ik denk dat daar de exacte cijfers ook gewoon goed vindbaar zijn. En als dat niet het geval is, stuur me alsjeblieft een app voor de volgende persconferentie, dan zoek ik ze exact voor je op en dan gaan we ze delen hier. Dank u wel, minister. Ik kijk naar Star News om zijn vragen te stellen. Minister, even voor de duidelijkheid. U had het in het begin over Sinohydro en schuldherschikking met India. Maar is Sinohydro niet een Chinees bedrijf? En ze hebben toch al een energieproject opgeleverd in april, dacht ik. Dus, en ze zijn meer het meest bekend om waterhydroprojecten. Dus wat is er precies goedgekeurd en wat gaan ze doen? En wat heeft die schuldherschikking met India te maken, met dat Chinees bedrijf? Ja. India zou helpen om in het binnenland werk voor ons uit te voeren. Ik dacht dat het energie was. Ik kan me vergissen, misschien iets water. India zou dat doen. Toen we met de schuldherschikking met India rond waren, toen zei India tegen ons, maar de lopende projecten, die zou je opnieuw moeten opstarten. Nou, dat was eigenlijk een beetje pech voor ons. En jammer voor die projecten, omdat die projecten niet door konden gaan. We hebben nu alternatieve financiering voor die project gevonden. En de projecten zijn goedgekeurd, ook de financiering is goedgekeurd. De projecten worden weer opgepakt. Ik hoop dat ik niet in de war ben dat het met water of met energie te maken heeft. Het heeft wel met veel dorpen in het binnenland te maken. En als je me vraagt om welk bedrag gaat het, ja, het gaat om 7 miljoen US dollars. Dat is best veel. Het gaat om heel veel dorpen in het binnenland die geholpen gaan worden aan basisvoorzieningen. Maar dit project zou eerder gefinancierd worden door, niet door China, het was India, denk ik. Maar wordt uitgevoerd door China? Kan, ja.
kan. Ja. Dank u wel, minister. Ik kijk naar een volgende mediahuis. Minister, goedenavond. Sifra Goudland van ATV. We gaan BTW even terzijde laten. De belastingsgrens was opgevoerd naar, ik denk, ietsje boven de 9000. En het staatshoofd gaf aan dat de brede schouders eigenlijk die lasten moeten dragen. Ontloopt het ministerie dan niet te veel belastingen en lukt het wel met OB zelfs? Dat is vraag 1. Zal dat voorlopig zo blijven, die belastingsgrens? Of gaat het de komende resterende 6 maanden nog wijzigen? Volgende vraag is, deze regering is big on financial inclusion. En ik hoor u vaker zeggen over digitalisering. Dat de meeste ministeries afhankelijk zijn van u. Is het niet lastig van u dat de meeste eigenlijk nog steeds met papier werken? En is het niet een idee van u dat u ze eigenlijk kan pressuren om sneller te digitaliseren, om uw werk makkelijker te maken? Dank u wel. Mevrouw Goudland. Yes. Dank u wel. Voor beide vragen. Die tweede is een... De eerste vraag. Die 9.300 was de belastingvrije grens. Als je met... ook hier. Mediastilte. De bonden willen erover praten. Dus in feite. Maar wat we wel kunnen zeggen is dat die belastingvrije grens behoorlijk opgetrokken is. Hij komt van 220, geloof ik. En dus in 4 jaren is hij van 220 naar 9.300 gegaan. Dat is best... En terecht stelt u de vraag, maar verliest de staat hier niet een heleboel inkomsten? Ja. Ja. Maar je geeft het graag aan de ene kant, als je het aan de andere kant weer op een goede manier terug kan krijgen. Dus, en waarom zeggen we dat dit een goede wissel is die we hebben gepleegd? Is omdat als mensen arbeid verrichten, laat ze zoveel als mogelijk van hun inkomsten behouden. Maar belast luxe consumptie. Belast de luxe consumptie. Dus verschuif het naar die BTW. Nou is die BTW niet alleen op luxe, maar ook op basisgoederen. Niet op alle basisgoederen. Gelukkig is een aantal basisgoederen vrijgesteld. Maar verschuif het naar de consumptie. Zodat je dus... En wat is het grote voordeel? Je inkomsten. Je is je arbeid. Dat hou je. En... Als ik meer wil consumeren, dan betaal ik meer belasting. Als ik minder wil consumeren, betaal ik minder belasting. Je hebt dus je belastingbetaling heb je veel meer in de hand. En het is ook rechtvaardiger, omdat het je arbeid niet belast. Het belast je consumptie. Dus in dat opzicht, ja, zijn we eigenlijk, klinkt een beetje vreemd, we zijn blij dat we daar minder inkomsten hebben, maar dat we het verschuiven naar laat de consument betalen, laat de luxe consument ook meer betalen. In veel landen ook in, ik weet niet of het bij ons ook gedifferentieerd is. In veel landen is de OB, is de BTW gedifferentieerd. Op luxere producten zit er een hoger percentage BTW in. De omzetbelasting wordt langzaam maar zeker uitgefaseerd. Er zijn nog wat bedrijven die omzetbelasting moeten betalen, maar dat wordt langzaam maar zeker gaat dat eruit. En de BTW komt ervoor in de plaats. En ook hier moet ik zeggen, als je kijkt naar vorig jaar al bij de introductie van BTW, hoeveel bedrijven zich geregistreerd hebben voor de BTW al in de eerste ronde. En je zet dat bij de omzetbelasting, dan zie je dat ook in dat opzicht de BTW veel groter succes is geweest tot nu toe dan de omzetbelasting ooit geweest was. Want veel meer bedrijven hebben zich geregistreerd en zeggen we gaan daarin meedraaien met de regering. En dan financial inclusion, kan je het niet paperless maken? Ja, is het makkelijk? Nee, het is soms wat lastig. En ik moet zeggen, als u ziet, soms heb ik stapels papier en dan moet ik voor iedere 1500 en 15.000 SRD moet ik een pakketje papier tekenen. Daar moet mijn directeur op tekenen, een onderdirecteur moet op tekenen, financieel onderdirecteur moet op tekenen. 4, 5 mensen in de top van het ministerie. En dan denk je, al die dingen kunnen we niet. Eigenlijk moeten we wat meer mensen aan het werk zetten om het wat te automatiseren voor ons. Laat me zeggen dat er wel goede dingen gebeuren. De banken hebben hierin het goede voorbeeld gegeven door te zeggen, met je ID-kaart heeft iedereen
op dit moment de mogelijkheid tot de opening van een bankrekening. En die banken zeggen het loopt storm. Dus het is een grote hit. En ik denk dat we de banken moeten dankbaar moeten zijn. Soms is het kritiek op de banken. Hier is er een punt waarvan we zeggen, banken, dankjewel, fantastisch werk. De rentes bij de banken gaan omlaag, ook voor leningen. Niet iedereen van ons leent. Maar als mensen behoefte hebben, de noodzaak hebben om te kunnen lenen, zullen ze merken dat de rentepercentages bij die banken ook omlaag gaan. Vandaag, toen we spraken ook met Binnenlandse Zaken over de verbetering van de overheid en de inlopen van al die achterstanden van die personele aangelegenheden van medewerkers van de overheid, die 10.000 die er nog zijn, die ingelopen moeten worden, was het voorstel van Binnenlandse Zaken was ook, en ook de voorstellen van collega-ministers. Binnenlandse Zaken zei ook, financiën, geef me alsjeblieft dat geld, zodat ik die computers kan kopen. En het paperless, zonder papier kan doen. Want dan maak ik, standaard beschikkingen. En ik hoef alleen maar de basisgegevens per persoon in te vullen. Dus hele nuttige en zeer terechte opmerking. We moeten daar mensen aan het werk zetten om dat inderdaad wat versneld te doen. In het kader van de douane zijn er voorstellen. Die ideeën zijn er, moeten zijn uitgewerkt. Dat wordt ook, gaat ook geïntroduceerd worden. Dat de aangiftes voor douane, de afhandeling zonder tussenkomst van mensen plaatsvindt. Je doet online je aangifte. Je krijgt online je betaalstukken. Er is niemand die zegt, oké, Moboro Amandja, of ik ga dit doen, of ik ga dat doen. Nee, die voorstellen liggen hard op tafel. Die voorstellen worden ook echt goed openlijk besproken met de douane. Uw inzicht klinkt als muziek in de oren. Wij moeten het echt uitvoeren. En ik hoop dat ik een van de volgende meetings met u, dat ik kan zeggen, we hebben een aantal positieve dingen te rapporteren. Dank u wel, minister. Ik heb begrepen dat er behoefte is voor de tweede ronde. De minister is wel alleen. Zullen we het houden op 4 vragen? In totaal? Yes, oké. Okay. Ik praat niet langer bij je, toch? Nee. als we het hebben over het NRA-rapport, als we het hebben, dan is het van belang dat we toch kijken naar Suriname. Het afgelopen jaar was het toch wel een beetje schrikbarend als we het hebben over de beoordeling. Hoe kijkt de wereld naar Suriname met de verschillende drugsvangsten en de inkomsten die wij derven aan de hand van dit soort activiteiten? We maken ons ook klaar voor een volgende beoordeling. Minister, wat kunt u ons daarover zeggen of vertellen? Welke beoordeling? IMF bedoel je? NRA. Oké. Nou ben ik ben er dichtbij, maar ik kan je niet elk detail vertellen van NRA, omdat dat minister Justitie en die commissie is daar waarschijnlijk veel beter, is daar veel beter in om het je precies te vertellen. Maar NRA is een van de actiepunten die opgepakt is in deze termijn en waar heel, heel hard aan gewerkt wordt. Daar zijn hele respectabele, veel als senioren, maar ook jongere mensen die hier aan trekken en die ons uit de gevarenzone houden. En dat betekent niet dat dit een makkelijk traject is. We huren additionele capaciteit uit het buitenland in om dit goed te krijgen. En wij moeten, die vraag over drugs was een zeer terechte vraag, Ryan. Wij moeten zorgen dat we ons land niet betrokken hebben raken in dit soort situaties. Het beschadigt, de schade is gigantisch als dat soort dingen gebeuren. Dus, en het kan een heleboel van dit goede werk wat die mensen doen, kan het in één keer, in één klap wegmaken. Maar er is een team bezig. En de president zelf vertelde een paar maanden geleden dat hij in het buitenland was en dat hij een van de landen was waarin die nationale risks zo groot waren dat die mensen geen correspondent banks meer in het buitenland konden krijgen. En hij vertelde dat het enige wat mensen nog konden doen is dat ze in hun koffers die dollars en die euro's meenamen
op de vluchten om in het buitenland ermee naartoe te gaan. Om ergens op een of andere locatie bij een bank of een cambio om geld te wisselen. Dat is een situatie die we niet willen voor ons land. Er is heel veel werk. Ik denk dat later dit jaar, ik denk dat november genoemd werd, later dit jaar, dus de volgende beoordeling komt, dat daar het moment is. Maar ik kan meegeven dat ook in dit opzicht wij bezig zijn, nationaal, met alle goede krachten in dit land, om ons land weer te upgraden, weer een goede naam te geven. Hier wordt keihard aan gewerkt. Dank u wel, minister. Ik kijk naar de volgende mediahuis, Vanessa van Radio 10. Oké. Simon heeft maar aangekondigd. Minister, de president heeft het gehad over de belastingbetalingen van hemzelf, de VP en de minister. Hoe zit het daarmee? Wat is de stand van zaken? En wat is de situatie met betrekking tot de green energy investeringen? Wat bedoel je met, Vanessa, met green energy investeringen? Incentives over het importeren van groene energie. Er was ook sprake daarvan. Yes. Ja, dank je. Vanessa, de eerste vraag. Belastingbetalingen. De president is veel verder gegaan dan hij had hoeven te gaan. Laat me zeggen dat wij vanuit financiën een brief hebben doen uitgaan naar alle VIP's. Van, let op, ook wij behoren belasting te betalen. Let op dat je je belastingen betaald hebt en dat dat goed loopt. Ik heb dat voordat ik die brief uitstuurde, heb ik dat besproken met de president en met de vicepresident. En de president zegt, luister, prima initiatief. En je mag iedereen vertellen, ik betaal van mij op tijd. En toen ik het met de VP besprak, toen zei de VP, ik vind het een uitstekend initiatief. Ik heb zijn er mogelijkheden voor een betalingsregeling? Natuurlijk zijn er mogelijkheden voor betalingsregelingen. Die zijn er altijd. Maar zowel de president als de vicepresident waren zeer positief over dit initiatief. Ik ben daar erg blij om, omdat leiderschap betekent ook het goede voorbeeld geven. En dat doen beide hier. En de president is één stap verder gegaan. Die heeft zijn belastingconsulent een verklaring laten doen, beide belastingen laten controleren en die heeft die verklaring naar me toegestuurd. En gezegd, luister, kijk, de officiële verklaring, de president is bij met zijn betaling van belastingen. En ik mag je dat zeggen omdat hij dat ook echt zo ook daadwerkelijk als voorbeeld stelt. En ik heb met de VP een afspraak. En met een paar collega-ministers hebben we in deze dagen naar de Belastingdienst gaan. En we gaan onze belastingzaken in orde maken. Ook de minister van Financiën. Die heeft trouwens ook een brief gekregen. Dan heb ik hem niet aan mezelf getekend. Maar die heeft iemand anders naar mij getekend. Niemand uitgezonderd. Als je leidt, en wij zijn geroepen om te leiden, hebben wij het voorbeeld te geven. Want hoe kan ik naar u toe zeggen, van betaal uw belastingen en ik loop achter. Dus ik heb inmiddels een rapportage dat tenminste één minister en nog één hele hoge functionaris onmiddellijk hebben voldaan aan die oproep en direct naar de belastingen zijn gegaan en hun zaken hebben geregeld. Ik heb mijn belastingdirecteur gevraagd, wat is je minister van Financiën schuldig? 13.000 gulden, zegt ze. Ik zeg, is goed, ik kom in deze dagen en we gaan het in orde maken. Wij willen ook, ik ga ook vragen aan de collega-minister en die hoge functionaris of we hun mogen noemen, mogen zeggen dat ze dat, en mogen zeggen van, oké, wij roepen iedereen op om aan zijn of haar verplichtingen te voldoen. Ik denk dat ja, het is een goede maatregel, we gaan u op de hoogte blijven houden. Toen ik dat vanmorgen aan de VP zei, VP, wogo, toen zei hij, ja, wat, want de demi vrij kogo. En
maar ook een paar collega-ministers. Dus we gaan dat signaal ook afgeven. Wij willen laten zien dat we ook in dat opzicht het voorbeeld geven. Green energy incentives. Ons belastingstelsel is zodanig en het is ook geregeld dat motorvoertuigen die elektrisch zijn, dat die vrijgesteld zijn van invoerrechten. Dus wie in deze situatie, ik dacht dat ook geldt voor zonnepanelen, maar dat weet ik niet zeker. Dat moet ik even natrekken. Maar voor motorvoertuigen die zijn vrij van invoerrechten op belasting. Dus als je zou zeggen, je wil een auto hebben die op elektriciteit gaat, dan heb je niet alleen het voordeel dat je nooit meer brandstof hoeft te betalen, de regering gaat helpen in meebetalen, omdat die invoerrechten op die auto gewoon minimaal zijn en je daarmee een stukje vergroening van je economie helpt tot stand brengen. Daarbij heeft een goede vriend van me eergisteravond een appje gestuurd. Maar luister, ik heb een hybride. En daar hebben jullie de voorziening niet op. En hoe zit het met fietsen? Elektrische fietsen en scooters. Dus ik heb onze directeur belastingen gevraagd. Kunnen we hierover praten? Want dit is een goed punt. Als je vergroent. Kijk niet alleen naar de auto's, kijk ook naar de scooters, kijk ook naar de fietsen, kijk ook naar hybride. Laten we wat integraler kijken daarnaar. En dus die toezegging is gedaan. Daar zullen de komende tijd zullen daar wat meer mededelingen over gedaan worden. Ik denk dat met wat er gebeurd is bij de energietarieven, laat me daar ook de informatie over geven. Meer dan 92% van alle mensen die aansluiting hebben bij de EBS zijn niet verhoogd. Of worden opgevangen in die 900 kilowattuur categorie. Het zijn werkelijk alleen de rijkste mensen en de grootste gebruikers van 1500 kilowattuur en meer, die gewoon het volle tarief betalen. En ik denk dat je dus ook ziet dat in de gemeenschap, dat dus er geen stemming is van we komen er niet uit. Het was goed voorbereid. We hebben heel veel goede kritische, maar ook heel veel medewerking gehad. Ook in de kritische dialoog met de bonden. Heel veel van hun adviezen zijn gewoon goed meegenomen. Niet alles is één op één meegenomen van de bonden, maar dat mag je ook niet verlangen. Maar het is wel zo dat het heel serieus is geluisterd, dat er van de bonden hele goede voorstellen zijn gekomen. En dat in dus die operatie die goede voorstellen zijn meegenomen. En het maakt een verschil. Want de extra inkomsten bij de EBS, die zijn behoorlijk. Maar de arme mensen en de middenklasse, die zijn niet getroffen. Waarom noem ik dit? De hogere categorie consumenten, die hebben nu wel de incentive om naar zonnepanelen te gaan. Ik heb twee dingen gedaan. Toen ik hoorde dat dit er aankwam en ik heb volledig meegewerkt om de tarieven zodanig te doen dat de hogere gebruikers meer betalen. Ik gebruik ongeveer 3000 kWh per maand. Ik ben een grote gebruiker. Dus het eerste wat ik zei is thuis bij mij, luister, die tarieven gaan omhoog gaan. Airco's uit, deuren dicht, lichten uit. Mijn gebruik ging in één maand van 3000 naar 2000. In één maand. Kan zonder enig probleem. Hij is verder omlaag gegaan. Die verspilling bij mij thuis kon omdat ik het niet betaalde. Nu betaal ik het. Nu ga ik erop letten. Dat is één ding. Het tweede wat ik doe, en dat gaan mensen ook doen, is ik ga een offerte vragen voor zonnepanelen. En je ziet ook, er zijn meer initiatieven voor zonnepanelen. We moeten meer over dat soort initiatieven praten. Want het hoeft niet zo te zijn dat het alleen voor rijke mensen is. Je zou kunnen zeggen, zonnepanelen start met alle overheidskantoren. Start met alle scholen. 400 scholen, je hebt 400 plaatsen waar je zou zeggen, zorg dat die scholen nooit meer stroom hoeven te betalen. Geef ze panelen. Dit zijn voorstellen waarvan je zegt, van, wij kijken naar prijzen zijn verhoogd, maar hier is de kans voor ons
om dingen beter te doen in ons land. Dank u wel, minister. We zijn eigenlijk al op 4 vragen, maar ik kijk naar de volgende mediahuis om 1 vraag te stellen. We zitten eigenlijk met de aantal, maar oké. Dan gaan we even praten over de koers. We zien dat de koers een dalende trend vertoont. Ook internationaal is dat ook zo. Dus het is niet dat we merken dat er een andere trend is. Maar als we praten over de koers, we zitten met de douanekoers. Want alles heeft uiteindelijk toch zijn effect op de prijs in de winkels. Op de koers, maar we merken dat die prijs in de winkels maar niet droppen. Dat is inderdaad de vraag die we iedere keer stellen. Maar we weten dat ook de douanekoers daar een grote rol in speelt. Graag wat uitleg daarover. Ja. En ook met betrekking tot uw inleiding hoor. U sprak over aantal apparaturen die aangeschaft zal worden. Is aangegeven wat het gaat kosten en komt het uit het budget van de overheid? Welke apparatuur heb je het over? U heeft er genoemd over voor de ziekenhuizen. Apparatuur ziekenhuizen. Yes. Veel landen zijn gekoppeld aan die Amerikaanse dollar. En ik ken niet veel landen waar koersen echt omlaag zijn gegaan. Bij ons gaat hij langzaam maar zeker omlaag. Hij moet niet te vlug gaan. Ik moet je zeggen dat ik in december zei, vorig jaar, dat ik zei van, nou, als hij op 35 kan stabiliseren, zal ik al blij zijn. We zitten op 31 vandaag en hij duikt onder die 31. Dus dat is goed. Aan de ene kant is het goed en aan de andere kant, je moet opletten dat je dus daarmee niet je concurrentiepositie exporteurs verliezen. Omdat die concurrentiepositie minder wordt. De consument in Suriname, degene die inkomen heeft, die wint. Want die heeft zijn inkomen, dat inkomen gaat niet omlaag, dat inkomen blijft hetzelfde. Vorig jaar was een liter brandstof 48, dat is vandaag 37. Dus er is een flink stukje prijsdaling heeft plaatsgevonden daaraan. Vorig jaar betaalden we voor een kilo aardappelen en een kilo 85. Die zijn terug naar 45. En ik heb begrepen dat ze nog verder terug zijn richting 25. Nu ben ik het ermee eens. Er moet meer actie komen om meer prijzen omlaag te brengen. Want kijk, als een koers 2 weken stabiel is, en de handel zegt, ja, maar ik wacht nog even. Dan is dat, dan kan ik dat begrijpen. Die koers is bijna een jaar. Niet alleen stabiel. Hij is met hij is van 38 naar 31. 25% gedaald. Dus dat brood dat 3,50 was, naar 4 gegaan is, naar 5, naar 5,50. Dat brood, maar ook alle andere producten, zouden best een stukje terug kunnen. En dus die oproep ook aan onze ondernemers. Je gaat winst blijven maken. Die koers gaat niet omhoog schieten. Je gaat winst blijven maken. Geef een stuk terug aan de gemeenschap. Maak geen woekerwinsten. Maak goede winsten. Je gaat een goed leven blijven hebben. Maar zorg dat je volk mee kan. En in dit opzicht denk ik dat het goed is dat mijn collega minister van EZ de prijzen bekend maakt en daar wat werk in verzet in ook controle in de winkels. Soms denk ik, we zouden het fijn vinden als die controle misschien een klein beetje strenger zou zijn. Dus ik begrijp dat ook. Dus als je zegt van, geef dat alsjeblieft mee aan collega EZ, ga ik doen. Dank u wel, minister. Apparatuur, waar wordt het uitbetaald? Die ziekenhuizen. Kijk, sommige dingen betalen we uit eigen geld. We betalen heel veel aan de gezondheidszorg. We betalen maandelijks aan premies naar SZF toe 75 miljoen. En daarbovenop 250 miljoen. Dat is meer dan 10 miljoen per dag. Alleen SZF. En wij hopen dat het goed besteed wordt. Wij denken ook dat het goed besteed wordt.
het kan beter. We moeten het beter organiseren. Ook hier is over gepraat. Waar is deze apparatuur uitbetaald? Deze apparatuur gaan we betalen uit een deel van de leningen die we nemen. Wij willen, wat ik absoluut verboden heb, is dat er uit de leningen geen salarissen betaald mogen worden. Absoluut niet. Salarissen moeten betaald worden uit eigen inkomsten. Ik bedoel, het zou wat zijn als je... En ook het liefst sociale uitkeringen. Sociale uitkeringen moeten uit eigen inkomsten betalen. Nou is het zo dat met de hoogte van die uitkeringen we soms niet helemaal uitkomen. En het is zo dat soms een deel van die sociale uitkeringen voor sociaal beleid, dat we zeggen, oké, kijk of je daar een deel in wisselt. Liever, we doen dat liever niet. Maar deze apparatuur voor de ziekenhuizen, daar zijn afspraken mee gemaakt. En die worden uit leningen betaald. Die leningen gaan we terugbetalen. Hadden we vroeger leningen die heel duur waren, 12%, 13%. Dit komt uit leningen van 1, 2% met een hele lange looptijd. Die 12-13% Oppenheimer leningen, die waren voor 7, 8 jaren en die waren tegen 12-13% rente. Dit wordt betaald uit leningen van 20 tot 30 jaar looptijd met 1 of 2% rente. Dus het is een stuk makkelijker om deze financiering te doen en rond te krijgen. Dus dat maakt het mogelijk. Ook slimmer zijn met waar je leent. En daarom is het ook belangrijk voor ons land dat onze credit ratings, we hebben van Standard & Poor's een paar maanden geleden een credit rating gekregen die omhoog ging. We moeten zorgen dat we verder omhoog blijven gaan, omdat het helpt ons om, als het buitenland ons geld leent, hoe beter onze credit rating, hoe goedkoper we kunnen lenen, hoe lager de kosten zijn van onze leningen. Dat geldt niet alleen voor het staatsapparaat. Dat gaat straks ook gelden voor staatsolie. Als staatsolie geld wil lenen om hun eigen investeringen te doen, zodat wij er profijt van kunnen hebben, maakt het voor staatsolie uit welke credit rating we hebben. En het maakt voor ons uit, kunnen we lenen op de internationale markt voor 6% of gaan we moeten lenen voor 9%. Maakt groot verschil uit. En dus, deze apparatuur waar ik het over heb gehad voor AZ, dat wordt uit leningen betaald. Dank u wel, minister. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze persconferentie. Wij bedanken de ministers en mediahuizen voor uw medewerking. Ook de samenleving willen wij bedanken voor uw aandacht en wensen wij u een hele fijne avond toe. Mijn naam is Jason Simon, woordvoerder van de president. God bless.